Er was net een update geweest van Phasmophobia waarin ze paaseieren verstoppen. En het schijnt dus dat als je alle paaseieren vindt, je 100% van je sanity terugkrijgt. Dus dit moesten we uitproberen. Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. We don't know what it's capable of. Wow, die stem heb ik nooit echt goed naar geluisterd. Ik hoor het eigenlijk nu pas. Kijk, dit zijn dus alle paaseieren. Die kan je dus verzamelen. Die liggen overal. Kijk, hier. Bam, zijn er een paar. En hier zo. Ik heb er nu 3 van de 34. Op deze kleine map liggen er gewoon 34. En het schijnt dat als je ze allemaal vindt, krijg je al je sanity weer terug. Dat is gewoon een update die ze nu hebben gedaan met Pasen. Dus dat is hartstikke leuk. Oh, kijk, daar ligt er nog een. Hier in die bus alleen al liggen er al heel veel. Jezus, maar dat is wel echt een werk, zeg. Bah. Goed. In ieder geval. Prevent the ghost from hunting with a crucifix, smudge sticks, chasing someone. Oké. Okay. Ik besef me nu trouwens ook dat ik gewoon eigenlijk echt gewoon heel lang geleden voor het laatst, zeg maar. Oh, huh? Oh, kijk. Heel lang geleden voor het laatst. Ah, kijk, ze stoppen al die sneaky eitjes overal. Die wil ik gewoon hebben. We gaan ze sowieso allemaal vinden op deze map. Even kijken. Ja, dat ik heel lang geleden voor het laatst in mijn eentje heb Oh ja, goed. Goh, kijk, daarvoor is die chat dus handig. Daarvoor zijn jullie handig. Vergeet niet te kijken waar de fusebox zit. Ik vergeet het dus altijd. Hij zit beneden. In de kelder. Thanks voor de tip, jongens. Anders vergeet ik dat. Normaal vergeet ik het nooit. Ik wil kijken waar die ijs is. Ja, wat ik wilde zeggen. Het is heel lang geleden dat ik voor het laatst in mijn eentje heb gespeeld. Ik vind dat zo eng altijd. Dus ook op livestream. Hey, thanks Sophie voor de 5 bits. En thanks Michiel voor de sub. Yo. Hey. Ik vind het zo grappig dat ik nog steeds dat haaitje daar heb rechts onderin. Het ziet er eigenlijk echt niet uit, man. Oh, sneaky ei hier zo. Oh god. Oké. Okay. Nou, dan hebben we dit met. Oh mijn god. Oh shit. Oké. Okay. We gaan meteen maar even de fusebox aanzetten. Oh, weet je wat leuk zou zijn als we de tarot cards hebben? Oh god. Ik ben bang, gast. Dit is helemaal niks. Hey, thanks James voor de 32 bits. En gestoorde siep voor de. Voor de sub. Oh mijn god. Oké, okay, wacht. Oh, ik moet het licht aan. Ik wil mijn sanity zo lang mogelijk behouden. Kijk, en ik ben nu ook afgeleid. Want ik ben ondertussen eigenlijk eieren aan het zoeken. Terwijl ik gewoon zou moeten ghost hunten natuurlijk. Oh mijn god, het gaan er zoveel worden. Het gaat heel moeilijk worden. Oké, okay, ik ga terwijl ik aan het ghost hunten ben natuurlijk ook die eieren gewoon even zoeken meteen. Want dit wil je wel even een keertje proberen. Fijne Pasen trouwens iedereen alvast. Mocht je dit vieren. Het zijn tarot cards? Echt? Waar liggen die hier ook alweer? Oh mijn god! Yo, een dikke schedel zeg. Jesus, dat is grimmig. Oh kijk. En een paasei. Schedels en... Oh, het zijn inderdaad tarot cards! Wow, oké! Okay. Hype in de chat! Oh mijn god, ja sorry. Ik mis ook wat eieren inderdaad, dat zie ik. Oh god, oké. Okay, nou weet je, ik maak vast een foto. Was dat een goede foto? Ja. Ik maak vast een foto. Maar ik ben bang dat ze ook de tarot cards moeten gebruiken. Oh god, ja, dat maakt het nog enger. Liggen er hier helemaal geen eieren in deze kamer? Die gitaar heb ik trouwens nooit eerder gezien. Oh ja, hier kijk. Ze zijn goed verstopt ook, hè. Gast, dit is lastig. Even kijken, hoor. Geef mij al die eieren. Ik ben... eindstand ben ik niet eens aan het ghosten. Ik ben alleen eieren aan het zoeken. Dat is eigenlijk best wel triest. Oh, ik dacht dat het een ei was. Een heel groot. Huh? Hey, oh, dit is een... Oh ja, natuurlijk. Ik moet ook even verstopplekken checken. Maar dit is denk ik een verstopplek nu, een nieuwe. Oh, god. Sinds die verstopplekken weg zijn, dat je achter de deur kan zitten. Shit, de auto. Oké, okay. Waarschijnlijk zit hij in een garage dan. Oh! Wow! Oh mijn god! Oh, oh, te laat met die foto ook nog. Shit, jongen. Oh mijn god. Ik ben ook zo'n loser. Oh, wel een interaction. Ik ben ook zo'n loser. Ik schrik gewoon veel te hard. En dan vergeet ik die foto te maken. Jesus Christ. Maar wacht, even kijken. Hij stond in die kamer net. Betekent dat dan ook dat je dan... Dat betekent... Wow, huh? Oh ja, deze deur zit nu hier. Ja, even deze uitzetten. Even kijken hoor. Betekent dat nu ook dan... Dat hij dan in deze kamer is nu, zeg maar. Dat is toch zo? Als je hem hebt zien staan in deze kamer, dan is hij toch ook hier. Of ben ik nou gek? Hé, trouwens. Hier ligt een aardappel. Maar ligt er nu ook... Ah, nee.
Het is alleen de aardappel. Cool. Ik dacht, misschien ligt er ook wel een paasei. Oké, sorry. Ik heb waarschijnlijk heel veel paaseieren. Oh mijn god, hopelijk liggen ze niet in die kastjes. Want er zijn zoveel van die kastjes. Ja, dat kijken we later wel. Hey, kijk, een ei. Ik ben helemaal niet bezig met ghost hunten. Ik ben veel te snel afgeleid. Maar we moeten wel even wat gaan doen. Hier nog een mooi ei. Oké, hij zit volgens mij in deze kamer. I'm pretty sure. Maar guys, is het zo inderdaad... Is het nou zo dat als hij hier staat... Dat hij dan nu ook hier is? Als in deze kamer. Is dat zo? Ja, toch? Oh, niet per se. Steve Sim? Ja. Nou, kijk, als Insim hier was, kon ik het gewoon aan hem vragen. Maar... Oké, dus hij is of hier... Oh, kijk. Hij is of hier... Of in die woonkamer. Maar ik kan me hier ook weer niet verstoppen. Dat is wel een enge dikkerd, zeg. Oh, wacht. Dit is wel een verstoppelijk misschien. Ah, dit is niet top trouwens, hoor. Hey. Even kijken. Ik moet eerst even goed die verstoplekken nog checken. Hoi, eitje. Even kijken, hoor. Waar zijn nog goede verstoplekken? Hier. Is dit een verstoplek? Dit zou wel kunnen misschien trouwens. Oké. Als ik in paniek ben... Ik ren altijd de verkeerde kant op. Wat heb je aan die eieren? Ja, als je dus al die eieren verzamelt... Dan krijg je je sanity terug. Dat is alleen tijdens Pasen nu zo. Dat is een event. Dat is een update tijdelijk. Dus... Kan je nog achter deze deur? Nee, de achterdeur werkt helemaal niet meer, hè, volgens mij. Oh god, ik ben kapot bang. Oké, wacht. We gaan even wat doen. Ik ga ook de eieren verzamelen. Don't worry. Oeh, Jesus. Oké. Ik moet zeggen dat ik vind het minder eng als ik met jullie gewoon hier speel. Want normaal ben ik echt kapot bang in mijn eentje. Maar het voelt toch alsof ik niet helemaal alleen ben nu. Dus dat scheelt. Oh, wow. 93% sad. Dat had ik niet verwacht. Smash stickers. Ja, oké, dat doen we zo meteen wel. We gaan eerst even dit allemaal checken. Oh, god. Oh, shit. Oké, wacht. Zit hij nou hier of niet? Ik weet het niet. Oh, mijn god. Wacht, ik wil... Ik ga even nog een thermometer pakken voor de zekerheid. Heb ik die gekocht? Ik weet het niet meer. Ja, top. Thermometertje mee. Deze mee. En die mee. Oké, let's get it. Nou, laten we eerst even gaan ghosten een klein beetje. Die eieren, die gaan we zo meteen wel checken. Oké, even kijken. Hier zit... Nee, hier zit hij niet. Hier is het veel te warm. Zit hij hier dan? Hij zit hier, hè? Ja, hij zit hier. Hij zit hier. Oké. Ga die griezel even pakken. Wow, ik hoorde wat, dacht ik. Oh, het geluid zit ook zo hard op mijn koptelefoon. Shit. Oké, ja. Krijgen we die hier neer? Ja. Oh, ik hoop echt niet dat ik ga schrikken. Oké, ja. En het boek? Ja. Oh. Een event, hè? Oh my days. Jesus. Oh, what the fuck? Het klonk echt als zo'n soort van ghost hunt aan het begin, weet je wel? Ik was niet bang verder of zo. Hoezo denken jullie dat? Ik was totaal niet bang. Even kijken, hoor. Even checken voor orbs. Ik zie geen orbs. Elk ei heeft 100% sanity. Nee, dat is toch niet waar, of wel? Nee. Ik zie geen orbs. Ik zet deze camera even hier zo. Mooi in het hoekje. Oké, wacht. Where are you? Hoe heet deze? Zei dit nou wat? Oh. Where are you? Where are you? Oh. Are you there? What is your name? Hoe heet er deze geest ook alweer? Step ghost, I am stuck. Where are you? How old are you? Ik heb push to talk aangezet. Dat is wel chill, want daardoor gaat mijn sanity minder snel omlaag, omdat hij me minder veel hoort praten. Maar ik vergeet wel dan telkens om die push to talk te doen. Dus als ik verstopt zit... Er waren orbs, echt? Heb ik dat niet gezien? Er waren geen orbs, toch? Nee. I don't see any orbs. Gast, ik hoorde wat. Ik hoorde wat. Ik zweer het, ik hoorde wat. Laat me hem hier even pakken.
is een event, hè? Oh mijn god, daar staat hij. Wat een eng nek. Ja, dit ga ik niet redden om mijn camera te pakken waarschijnlijk, maar... Let me try. Oh. Ah. Ja! Telt hij? Ja, 2 sterren. Zo, hij staat er echt lang, gast. Oké, dan gaan we Sanity. Sanity is helemaal naar de knoppen. Oh my days. We hebben ook nog die tarot cards, gast. Dit wordt kapot eng. Oh ja. Betekent nou dat hij nu wel in die kamer is, of is hij nog steeds hier? Wanneer komt Simp uit? ja, Simp. Ja, dat is het nummer dat Bram, Sean en ik hebben gemaakt. Het gaat dus over een Simp, zoals je zou denken. Die komt waarschijnlijk eind april uit, maar ik kan er niet te veel over vertellen. Het is wel een heel leuk nummer, die gaan we met z'n allen checken dan. De third card. Iemand heeft level 5? Nee, toch? Oh, de hunt start vanaf die kamer. Ja, gast, als hij nu gaat hunten, hè. Dit... Ik heb helemaal geen goede... Oh ja, deze plek moet ik pakken. Dit lijkt me wel een goede spot. Is dit een goede spot? Weten jullie dat toevallig? Ja? Oké, ja, redelijk. Ja, oké, maar kijk, als hij vanaf hier gaat hunten, dan kan ik niet naar die kamer. Want daar zit een goede verstopplek. Of nee, daar, achter. Oh god, oké. Wacht, laat me heel eventjes naar de bus gaan. Ik ben ook zo langzaam bezig. Oh my days. Stop je in de kast van de slaapkamer voor in het huis? Ja, daar heb ik wel eens gezeten. Die werkt op zich wel. Maar ik vertrouw die kasten gewoon niet, man. Voor mijn gevoel doen ze die altijd open. Wow, mijn sanity gaat super langzaam naar beneden. Komt dat echt omdat ik dan gewoon nu die push-to-talk aan heb staan? Zodat hij me gewoon minder snel hoort. Wat ging kijken? Oh ja. Ik heb er al 22. Wow. Komt dit op YouTube? Ja, dit komt op YouTube. Dus als je, zeg maar, hoor je tegen YouTube. Alle kijkers op YouTube. Ik ga dan zeker wel wat uploaden naar YouTube, hoor. Even kijken, ik kan meteen wel een smudge stick meenemen. Of een crucifix. Ja, crucifix, top. En neem er gewoon 2 mee. Hoi YouTube, yo. Ja, en als je dit kijkt op YouTube, abonneer even. Oké. Ja, kijk, even kijken. Is dit een... Nee, deze was vol, toch? Ja, hier kan ik helemaal niet zitten. En hier zo? Ook niet. Hierachter wel. Kijk, dit is een goede plek. Daarachter. Huh? Oh, ik dacht dat het een paasei... Oh, hier! Paasei, ja. Die paasei gaan we later wel zoeken. Laat me eerst even die crucifixes hier neerleggen. Ik zie abonneren even in de chat. Kijken. Zo, ja. Prima. Beter gaat hij mij niet hunten. Het enige wat ik stom vind is dat je niet je sanity kan zien terwijl je in het huis bent. Maar goed, anders wordt het misschien ook wel heel makkelijk. Laten we nog 1 keer dit even checken. Where are you? Oh, where are you? What is your name? Hello. Where are all the Easter eggs? Nee, ik denk dat het geen spiritbox is. Ik heb letterlijk nog 0 bewijs. Ik heb letterlijk nog 0 bewijs. Nog niks. Ik heb nog niks gezien. Geen ghost orbs. Geen fingerprint. Nou, die moet... Beter gaat hij even een deur aanraken of zo. Ik hoorde dat hier. Ja. Ja. Kunnen hier fingerprints op zitten? Nee. Maar, oké. Maar hier met 2. Oké. Ik zou bijna denken dat ik op Nightmare speel met zo weinig evidence. Waarom laat hij niet gewoon even door die dots? Of gaat hij schrijven? Can you write something in the book, please? Ze zijn altijd Engels, hè? Gouden ei bij de band in de garage. Oh mijn god! Yo! Ja, hier ben ik weer. Waar dan? Waar is dat ei? Hey, kap even met die auto aanzetten. Jesus. Oh ja, ik zie hem. Ja, thanks. Thanks voor de tip. Ja, als je een ei ziet, laat het me weten, want ik mis ze allemaal. We gaan echt al die eieren pakken. Nam, nam. Wat licht knipperde. Zoals jullie zou zeggen. Dat licht flikkerde daar. Nee. Stefan. Oh mijn god, hier ook al. Dat hoor ik. Water? Ja, wow. Dirty water. Let me take a quick pick. Heb ik nog foto's over? Ja, nog 1 foto op deze. Hij heeft het bureau in de kamer naast de badkamer. Die camera is leeg in ieder geval. Naast de badkamer? Ik ben zo langzaam aan het doen. Over alles. Langzaam aan het doen. Hey! Zit hier nog een mooi ei? Nee, hè? Volgens mij hier niet, nee? Nee, deze heb ik allemaal gecheckt trouwens. Wacht, ik wil die eieren, man. Maar kijk, eigenlijk heb... Oh, kijk, deze is ook open. Maar kijk, deze plekken... Deze vertrouw ik dus voor geen meter. Hier word ik altijd uitgetrokken. Door die geesten, lijkt het. Uitgetrokken. Ja. Oprecht.
Hier heb ik alle eieren gepakt, volgens mij, toch? Ja. Hier dan? Checken. Gast, ik moet nog zoveel eieren. En ik heb het gevoel dat ik ze echt allemaal al heb gecheckt. Alle plekken. Het gaat nooit lukken. Althans, niet zo negatief steeds. Kom op. Dit moet je echt meer doen. Ik zweer het je. Oh, wat moet ik meer doen? Dit streamen? Oké, is goed. Oké. Ik vind het oprecht wel gezellig. En ook handig trouwens, want ik mis altijd heel veel dingen. Ze zitten ook verstopt. Hè? Ja, ik weet dat ze verstopt zitten. Wel grappig. Want Easter eggs, dat zo noem je ook van die geheime dingetjes in een spel. Alleen nu spoeken we Easter eggs in een spel, wat ook daadwerkelijk Easter eggs zijn. Ik weet nog wel als je vroeger gewoon altijd zeg maar de tuin in ging om Easter eggs te zoeken. Dat was ook wel leuk. Paaseieren. Whatever. So international. Weet je wat? Ik heb het gevoel alsof we gewoon een tarot card moeten doen. YOLO! Deze geest is veel te rustig. Ja, even serieus trouwens, ik heb nog... Wat hoor ik? Oh, dus dat water nog steeds. Ik heb die kraan helemaal nooit uitgezet. Ik ga deze camera even hier zetten. Kan ik zo meteen even dots checken? Waarom lopen we door die dots? Nu! Loop door de dots! Oké, dan niet. Wat was dat piepje? Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Oh mijn god. Fingerprints? Ja! Ja! Kijk! 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 Top! Fingerprints. Oh! Ja! Fingerprints! Maar ik heb geen camera. Dus ik kan geen foto maken. Dat is erg jammer. Ja, als ik ga ook niet op tijd zijn voor een foto. Oké, maar... Oké, onze eerste evidence is er. Dat is top. Fingerprints. Let's get it, man. Ja, dit blijft nog heel veel over. Shade? Ik vind dat je door de docs alleen met de videocamera kan zien. Ja, dat is waar. Is het ook dots? Hebben jullie dat gezien? Ik heb geen dots gezien. Wat is dat voor scheidwater? Even kijken. Oh mijn god, kijk, de tarot cards, guys. Maar wacht even, want hij stond in deze kamer. Betekent dat dan dus dat hij vanuit deze kamer gaat hunten? Ja, volgens mij wel, toch? Dat is echt niet oké, want dan ben ik kapot bang. Oké, wacht. Oh mijn god, ik vind het dood. Dit lijkt me een hele goede verstopplek. Dus mocht hij me gaan hunten, ga ik hier zitten. Oké, guys. Oh, Jamie Lee Grant. Thanks voor de sip. Oké. Oeh. Links van me ligt een ei. Oh! Oh! Oké, jongens. Je hoort ook dat eetgeluidje gewoon. Oké, daar gaan we, jongens. Dat is de kast hier. Oh, nee, ik zie hier geen. Oké, we gaan het doen. Oké. Shit. Ik wist het. Mijn push the talk staat als het goed is. Gewoon meteen die death card. Ik hoop maar dat dit een goede plek is. Shit. Ik ben kapot bang. Oké, volgens mij is het klaar. Is hij nou gestopt met hunt of niet? Ik hoor hem nog. Ja, inderdaad. Ik moet push the talk ook aanzetten als ik met Julia speel. Die loopt er doorheen te tetteren anders de hele tijd. Oh mijn god. Oh my days. Oh mijn god. Waarom blijft het altijd zo eng, jongen? Oké. Oké, we zijn er nog. Lekker bezig, ja, thanks. 62% sanity, dat valt me best wel mee eigenlijk. Oké. Wacht. 26 van de 34 eieren, gast. We moeten nog maar 8 eieren, die liggen waarschijnlijk bijna allemaal in de kelder. Daar moet ik even gaan zoeken. Oké, wacht, ik ga die sanity omhoog krijgen, niet om mijn pillen te gebruiken, maar door die eieren te vinden. En het gaat lukken. En ik neem mijn camera mee, want die heb ik nodig. Misschien moet ik een smudge stick. Nee, nog niet. Of wel? Nee. Extra camera is beter. Oké. Oh, kijk. Fingerprints. Hij heeft de deur aangeraakt. Chill. Durf ik nu de kelder in te gaan? Dat is de vraag. Ik denk het eigenlijk helemaal eerlijk gezegd niet. Want... Oh ja, trouwens. Jullie zeiden dat jullie dots zagen. Wacht, laat me dat even checken. Vanuit de auto. Ik wacht, heel even kijken. Jullie zeiden dat hij door de dots liep. Is het echt zo? Ik zie echt helemaal niks. Is een shade. Denk je dat het een shade is? Dat zou wel echt stom zijn als het een shade is in de eerste game. Het zou zomaar kunnen.
Ik zit nu wel te kijken naar die dots projector, maar ik zie hem niet. Maar ik zit alleen maar op de chat te letten. Die kaarten geven je stress. Nou, wat dacht je van mij? Wat denk je dat ze mij geen stress geven, die kaarten? Yo, ik... Ik zie geen dots, hoor. Shade kan niet door fingerprints. Ja, inderdaad. Het kan helemaal geen shade meer zijn. Oh mijn god, ja! Wow! Wow, ik wilde net zeggen, ik zie hem niet. Oké. Okay. Let's get it. Dots. Boom. Oh. Phantom Banshee. Hey, Banshee. Oh shit, ik heb die microfoon heb ik niet. Ah, oh, ik wil nog steeds een Banshee. Zo'n microfoon horen. Alright. Top. Thanks, guys. Even kijken, hoor. Deze hebben we niet meer nodig. We hebben de fingerprints gezien. Dan moet hij de Spirit Box ook doen. Als het een Phantom is, ga ik een foto van hem maken. Is het dan als je een foto van hem maakt tijdens een hunt, dat hij dan verdwijnt? Ja, toch? Dat is toch tijdens een hunt? Oké, wacht even kijken. Maar dat was waarschijnlijk geen Spirit Box. Geen Phantom, nee hè? Het is geen Phantom, want het is geen Spirit Box. En Banshee, wat moeten we daarvoor hebben? Fingerprints Ghost Orb. Die hebben we niet gezien. Ik zie echt geen Ghost Orb. Goryeo. Hier heeft level 5. Een Goryeo. Het zou wel eens een Goryeo kunnen zijn. Het is Goryeo. Ja. Ik denk ook dat het een Goryeo is. Oh, vandaar dat we hem ook niet... Wacht, hebben jullie hem gezien door de dots in het echt? Want ik namelijk niet. Ik heb hem niet zien rennen. In het echt. Toch? Nee. Want we kunnen hem alleen maar door de dots zien rennen op de camera. Omdat het een Goryeo is. Even kijken. Oké. Okay. Crucifix, smudge stick. Yeah! Oké, we gaan die smudge. We nemen die smudge mee, dat is sowieso chill. Want mochten we dan gehunt worden tijdens het verzamelen van die eieren, kunnen we hem gewoon smudgen. Oké, laten we even al die eieren hier verzamelen, snel. We krijgen onze sanity weer terug. Oké, hier. Bam, 1. Nam, 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 nam. Oh, dit is een goede verstopplek trouwens ook. Jeez. Oké, dan. Oh, ja. Yeah. Nog eentje. Nam, 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 nam. Yo, als ik er een mis, moet je dit zeggen. Oké, ik had het gevoel alsof er hier heel veel zouden zitten, maar ik betwijfel het. Zo, ze zijn echt wel goed verstopt eigenlijk. Het is gewoon best wel... oprecht best wel moeilijk. Mijn moeder verstopte ze nooit zo moeilijk vroeger hoor. Ik kon ze gewoon makkelijk vinden in de tuin. We hebben niet heel veel eieren meer nodig ook volgens mij. We kunnen nog wel even een kaartje doen. Alleen mijn sanity, dat is het enige waar ik een beetje mee zit. Die zit echt wel laag. Ja, gast, ik weet niet hoor. Ik zie ze niet meer. Hoeveel moet ik er nog? Blauw ei op bureau in slaapkamer. Skip ik veel eieren? Wat? Ik zie niks. Op het aanrecht? Hè? Nee, jullie zitten met de fuck, of niet? Hoeveel moet ik er nog? Ja, ik moet er gewoon nog 6 ook. In de babykamer in de kast. Nee, dat was geen ei oprecht. Dat was gewoon een hoedje of zo. Maar er ligt er nog eentje onder de bus. Ik heb alles buiten heb ik al gepakt volgens mij hoor, oprecht. Ik heb echt veel gepakt dan. Fusebox uit. Dude, ik ben bang. Hey, thanks voor de sub. Wessie, thanks voor de sub, maat. Ik heb volgens mij alle kasten wel open nu. Ziet er ook echt zo slordig uit. Oh, wacht, aan deze kant heb je ook nog kastjes. Even kijken. Ah, yes! Nam, 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 nam. Check de kast waar je in kan verstoppen. Ja, die heb ik allemaal gedaan. Aardappelen kant. Oh mijn god! Wow! Laadjes in het begin. Oh ja. Oh kut. Is dit een hunt? Ja, shit. Oh mijn god. Kom dan. Oh! Oh mijn god. Ik heb de zaklamp uit. Ik heb de zaklamp al uit. Blauw ei op bureau in slaapkamer. Welk bureau? Welk bureau dan? Zo, we zitten al op 1600 kijkers trouwens. Holy Moses. Thanks voor iedereen. Oh, en thanks voor de ship. Wie is het? Huh. Oh my days. Welk bureau dan? Ik wil heel graag op die manier
op die manier mijn sanity terugkrijgen. Hier, deze slaapkamer. Wacht even. In het babybed? Echt? Waarom zie ik dat niet? Ik neem even wat pillen. Oké, die switch heb ik nu gedaan. Die crucifix is nog steeds mislukt. Wacht, trouwens voor Goya moeten we nog de IMF level 5 hebben. Maar... ik neem één switch mee voor de zekerheid weer. Op het bureau zei je, een blauw ei. Hier zo. Dat is een kopje. In een blauwe kast bij de kinder... nee, nee, dat is geen ei. Dat is geen ei. Oh ja, wacht, je hebt ook nog die laadjes inderdaad. Oh my days. Kijk hem even staan, joh. Yo. Wow. Ik dacht dat het een hunt was. Hij doet die deur ook dicht gewoon, hè. Wacht even, het is sowieso een Goryeo, toch? Eerlijk. Main bathroom. Ei in babybed. Ligt er echt een ei in babybed? Er ligt inderdaad een ei in babybed. Jesus Christ, ik ben echt blind. En in de main bedroom... dit is de main bedroom, toch? Waar dan? Hij doet al die deuren aan, uit. Deuren aan, uit. Open, dicht. Ik ben alleen maar bezig met die eieren verzamelen. Wat een gedoe. Het is het echt niet waard. Ik ben echt bang. Ja! Oké, wacht. Hoeveel heb ik er? Volgens mij moet ik er nog maar een paar. Kijk achter het kastje. Ja, oké, okay, oké. Okay. Wacht. Is dat een IMF5? Nee, hè? Nee, net niet. Oké. Okay. Nog één ei! Oh! Zit er een ei in het bad? Zeggen jullie dat nou? Oké, okay, wacht. We moeten nog één ei. En hoeveel sanity heb ik? Oké, okay, dus als het goed is, als ik nu nog één ei vind, is mijn sanity terug op 100. Dat zou echt top zijn. En dan kunnen we even serieus gaan spelen. En bij de volgende map ga ik ze ook echt niet meer allemaal zoeken, hoor. Want dit is de kleinste map, hè. Moet je nagaan. Op Asylum bijvoorbeeld, daar heb je er 66. Jesus, nou dat is niet te doen. Iemand zei in de badkamer nog? Ja, oké, okay, gast, hij zit sowieso in deze kast. Nee, ah shit. Hierin? Nee, ah. Come on. Hierin? Kan dit open? Nee. Oké. Okay. Oh mijn god. Oh, ik kan echt niet wennen aan dat geluid. Kap even met al die dingen. Ik probeer een ei te zoeken. Kom op. Nee. De sanity gaat ook snel achteruit. Oh, kut. De fusebox. Achter bosjes buiten. Ja, sorry guys. Misschien is het heel shit om naar te kijken als ik alleen maar eieren aan het zoeken ben. Maar nu, ik moet er nog maar één. Ik moet hem gewoon vinden. Achter de bosjes buiten... ik ben ook al... ik ben echt al heel lang bezig met deze ene game. Even dubbel checken of ik hier niks gemist heb. Nee, sowieso niet, hè. Achter de bus. Onder de... ja, ik zie allemaal verschillende dingen. Jullie weten het zelf ook niet. Geef maar toe. Is het een hint? Is het een hint? Is het een hint? Oh mijn god. Nee. Niet doodgaan, alsjeblieft. Daar is hij. Ja, ik heb mijn zaklamp uit. Steven wilde elke map spelen. Ja, ik wilde eigenlijk elke map spelen. Maar we gaan niet bij elke map de eieren proberen te verzamelen. Want anders gaat het veel te lang duren. Maar we willen ik wil één keer even checken. Oh mijn god, hij liep echt naast me, ouwe. Ik dacht, daar ga ik. Wauw. Is die deur ook dicht gedaan? Misschien ligt er nog wel eentje in de garage. Oké, wacht. Naast de bosjes, die heb ik al gehad. Ik zweer het. Buiten heb ik sowieso alles gehad. In de bus zelf ook. Onder de bus ook. Alles gehad. Oké, laat me voor de zekerheid nog wat pillen nemen. Oké. Bij tv-kastjes. Oké. Okay. Ja, dat is een goeie inderdaad. TV-kastjes.
Yo, Mitchell, thanks voor de sub trouwens. Ja, daar zit hij in. Ik zweer het, hij zit in de tv-kasten. Het moet wel. Kom op. Nee! Oh mijn god, waar zijn die dingen? Kan je hier nog in kijken of zo? Hè? Oké, wacht. Nu ben ik er klaar mee. Ik ga hem nu gewoon vinden. Oké. Ik zag een paar dingen. Ik zag verstopkamer, waar ik dus verstop. In het raamkozijn zou die moeten zitten. Oh! Ja, jullie hebben gelijk! Nam, nam, nam. Oké, wacht. Dat is de laatste ei. Eindelijk! Oké. Even kijken. Als het goed is... Ja! Het heeft gewerkt. Het was niet voor niks. Jesus. Oh my days. Nou, oké. Oké, om erop terug te komen, jongens. Het is het zeker niet waard. We zijn een uur bezig geweest met al die eieren te zoeken. En we hebben het eindelijk gevonden. Thanks voor jullie hulp. Ik denk als ik niet live was geweest, had ik dit waarschijnlijk niet gevonden. Yo, Rudy. Thanks voor de sub. Dat betekent dat we onze sanity weer helemaal terug hebben. Dat is chill. En dat we nu dus eindelijk kunnen gaan ghost hunten. Soort van. Oh mijn god. Oké, nou laten we dan ook even die geest gaan pakken. We moeten alleen nog het crucifix. Oh, ja, thanks guys. Zo, dat was mijn tocht wel, zeg. Oeh. Oh, en we kunnen een tarot kaart gaan doen. Dat is wel leuk. Waar heb ik die camera neergelegd nou? Want ik wil nog even wat foto's maken ook. Van die fingerprints en zo, dat zou wel top zijn. Zit hij nog wel in deze kamer? Oh. Nee. Waar zit hij nu? Zit hij hier? Geest. Paasei, meneer. Zit je hier? Ik voel me ook weer echt veilig. De kamer ligt op de vloer in de keuken. Oké. Zit hij in de babykamer? Zei je dat nou? Hier? Ja, wow. Hoezo weet... Nee, wacht. Huh? Hij zit nu... Hij raakt een deur aan. Hij zit hier. Hoezo weten jullie dit beter dan ik? Wat vervelend. Maar wel handig. Ja, thanks. Top. Kijk, jullie zijn ook gewoon een soort van mijn geheugen. Ik vergeet altijd waar ik alles neerleg. Dus als jullie gewoon onthouden waar ik het neerleg, komt het helemaal goed. Oké, laten we dan even deze lamp aandoen. Waar zit die ook weer? Hier. Dus hij zit... Oh, dus... Shit, deze camera is leeg. In de la. Waar is mijn volle camera? Ik had toch een volle camera meegenomen? Oh mijn god. Oh, ik zag dat dingetje al vliegen. Hè? Daar ben ik zo bang voor. Ik hoor allemaal dingen dichtgaan. Nee, er zit een terkast. Hé? Gaan, zo heb ik die camera nou? Weet jullie nog waar die camera aan... Ja, rommelige keuken. I know, ik heb alles getrashed hier zo om het ei te vinden. Waar heb ik die camera gelaten? Dit is een Goryeo, I know. Maar ik wil even een fotootje maken. Klik nou op die abonneerknop. Ja, inderdaad. Klik even op die abonneerknop, zeg. Godverdamme. Nou, weet je wat? We laten de foto's voor nu even zitten. Maar wat we wel kunnen doen... zijn de tarot cards. Let op, hè. Eindstand. Oh, nee, trouwens, dat moet ik helemaal niet hier doen. Want hij zit hier, toch? Ja, dat was echt een slecht idee geweest. Wacht. Dat is een goede plek. Ja, hier, maar dan kan ik gewoon de kelder in, hè. Ja, dat is top. Oh. Die is hier top. Gast, die... Mijn geluid zit ook zo hard... Oh, mijn god. Mijn geluid zit ook zo hard in mijn oor. Oké, we gaan een kaart pakken, gast. Ik ben helemaal klaar. Alsjeblieft geen Hankman en geen Dead. Ik zou zo graag een High Priest willen. Dat zou deze game gewoon helemaal afmaken. Let's get it. Dat betekent dat hij vast zit in de ghost room, toch? Nu? Voor een minuut of zo? Toch? Of niet? Ja. Ja, inderdaad. Oké, nice. Oké. Wat doet Hankman? Bij Hankman, je hebt 2% kans om de Hankman kaart te pakken. En dan ga je in één keer dood. Maar... Nee, wacht, je hebt 1% kans om die te pakken. Maar je hebt 2% kans om de High Priestess te pakken. En dan krijg je een extra leven. Dus als je doodgaat, kom je gewoon weer terug tot leven. Dat is fucking ziek. Oké, jongens, daar gaan we. Oké. Ik wou net zeggen, de Sun. Okay, met de Sun krijg je al insanity weer terug. Maar als de Fool is, dan gebeurt er helemaal niks. De Tower. Oh, oké, weer de Fool. Oké. De Tower, dan... Komt er een ghost interaction als het goed is. Dan gooit hij iets om of zo.
Okay, let's get it. The moon. Oh, thank god. De moon gaat al je sterretje in één keer weg. Dat zou niet top zijn. Oké. Okay. Komt-ie. The devil. Oh! Ah! Ik haat dat geluid. Oké, okay. The devil is een ghost event. Nou, dat zag je. Shit. Shit. Yo. Straks nightmare mode. Nou, ik weet het. Ja, het zou wel kunnen. Ligt mijn camera hier? Zeg je dat nou? Waar ligt mijn camera dan? Yo, Sophie, thanks voor de 5 bits. Oké, shit. Ja, ik heb mijn... ik heb mijn zaklamp natuurlijk niet mee. Kaarten mee. Het kan zijn dat hij nu van Ghost Room is geswitcht, toch? Laat me dat even dubbelchecken voordat ik zo meteen die kaarten doe in de Ghost Room en ik doodga. Ja, hij zit nog wel hier, oké. Okay. We gaan gewoon al die kaarten gebruiken, weet je? YOLO! Famous last words. Oké, kom op. High Priest! Wheel of Fortune. Oké, 50% zet hij eraf, dat is niet top. The Moon and the Fool. Oké, dat waren alle kaarten. Nou, dat was niet top. We hebben veel zet. Oh my days, hallo. Ja, wacht. Ik heb dus die camera nodig, gast. Waar heb ik dat ding nou gelegd? Ik ben het helemaal kwijt. Weet u nog waar ik het heb gelegd? Yo, man. Oké. Laat me heel even naar de bus. Kijk, we hebben heel weinig sanity nog. Dat is wel zuur. Maar hij heeft die crucifix nog niet gedaan. Die crucifix gaan we daar even neerleggen, want ik wil die. Ik weet niet meer waar mijn... Ik weet oprecht niet meer waar mijn camera is. We hebben nog niet heel veel foto's ook. Ah, op zich. Een paar foto's. Ik weet niet meer waar de camera is. Maar we gaan die crucifixers meenemen. Die leggen we daar. Dan wachten we tot hij die crucifix gebruikt voor een hunt. En dan gaan we weg. En ik hoop dat het menu niet gaat hunten. Shit, ik zei het nog. Ik hoop dat het menu niet gaat hunten, want dan ben ik echt een lul. Shit. Oh mijn god, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet nu. Ik heb ook echt mijn geld nodig. Nee. Ja, precies toen ik het zei, inderdaad. Oh my days. In de bus op de grond? Echt? Heb ik mijn camera in de bus op de grond gegooid? Dan heb ik het echt hier totaal niet zitten opletten, want ik kon het echt niet vinden. Is hij er nog? Zo, is hij weg, hè? Ja. Oh mijn god, ik moet die crucifixes hebben. Kom op. Ja. Sanity is zo laag, het is echt levensgevaarlijk. Oh! Hij gebruikte het, ja! Oh! Dit moest ik hebben! Hij gebruikte het terwijl hij in mijn hand zat! Oh mijn god! Ja, ik moet ook niet alles op de grond gooien, dat zei je. Ja, oh mijn god, hij ligt gewoon hier. Jezus, hij ligt gewoon hier al die tijd. Thanks dat jullie het zeggen in ieder geval. Maar weet je wat? Ik vind het mooi geweest, jongens. Het is een Gordio, toch? Even ter check. Volgens mij is het sowieso een Gordio. Hebben we hier met 5 gaat nog niet echt. Jullie zijn geen Gordio, mensen zagen... Ja, maar zagen jullie die dots in het echt? Weet je dat zeker? Phantom? Oké, wacht. Oké, ik ging ervan uit dat het sowieso een Gordio was, maar dat is blijkbaar dus nog helemaal niet duidelijk. Maar wacht even, een Phantom is het volgens mij niet, want Spearbox hebben we niet gehad. Of we moeten dat misschien nog een keer goed testen. Ik heb geen Ghost Orbs gezien. Ja, man. Oh, mijn god. Ja, ik wil het nu echt niet fout hebben, hoor. Geen Gordio?
Nee, ik dacht echt dat het een Gorio was. Maar dat was gewoon eigenlijk omdat jullie dat zeiden. Oké, okay, fuck it. Weet je wat? Dan nemen we nog meer pillen. Oké, we moeten... Doe gewoon Gorio. Nee, ik wil het wel zeker weten nu eigenlijk, hoor. Gorio, dan moet het level 5 zijn. Maar ik zie dat hier ook de hele tijd niet. Of nu... Nee, level 3. Zoals ik dat Banshee. Hoezo een Banshee dan? Fingerprints. Dan moet ik een Ghost Orb zien. Ja, we kunnen het nog wel even checken. Dat is een Ghost Event, toch? Ja. Oh mijn god, waar was hij dan? Oh mijn god, waar was hij dan? Waar was hij dan? Waar was hij dan? Huh? Zit hij nog wel hier? Zit hij nog wel hier? Gast, ik ben kapot bang! Oh! Hij springt niet naar 5, toch? Is het wel hier met 5? 4, toch? Is het 5? Hij is ook nog geen één keer naar precies 5 gesprongen. Oh ja, 5. Hier, zie je 5. Hier met 5. Ja, jullie hebben gelijk. Jullie hebben gelijk. Hier met 5. Toch? Dit is hier met 5, 100%. 100%. Oké. Okay. Dus het is wel een Gorio. Ja, het is een Gorio. Oké, okay, dit hebben we goed gedaan, jongen. Dit hebben we goed gedaan. We hebben er gelukkig maar 1 uur over gedaan, deze game. Oké, okay, we gaan ervoor. IMF 5. Dit is wel een goede game geweest. We hebben al die eieren gevonden. Dat was een goal van mij. Yes! Yes! Oh, ik mis dat applausje van Sasha die altijd heeft dan nu. Oh, oké. Okay. Nou, eindelijk, gast. Jesus. Woe! Nou. Oh.